weten nog lang niet alles, maar we weten wel dat deze Omicron zich veel sneller verspreidt dan de Delta variant. Dus het is echt veel besmettelijker. Er zijn nu ook wat voorzichtige, voorlopige onderzoeken die suggereren dat het verloop van de ziekte misschien ietsjes milder is. Dus de kans dat je in het ziekenhuis komt iets kleiner is. Maar dit is toch echt heel erg voorlopig onderzoek. Dat weten we nog helemaal niet zeker. Dat komt ook omdat op dit moment vooral jongeren worden besmet. Die hebben sowieso minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Dus of dit echt is voor de ouderen, weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten, is dat het geen garantie biedt. Want er komen wel degelijk ook mensen met Omicron in het ziekenhuis terecht. En heel belangrijk wat we weten, is dat Omicron in staat is om een deel van onze afweer te ontwijken. En dat is ook de reden waarom het zich zo snel kan verspreiden. De huidige vaccins werken helaas wel minder goed om te voorkomen dat je besmet raakt. Het coronavirus gebruikt het spike-eiwit om onze cellen binnen te dringen. En pas dan kan het virus zich vermenigvuldigen. Maar de vaccins zijn gericht tegen het spike-eiwit van het oorspronkelijke virus. En Omicron heeft zijn spike-eiwit veranderd, waardoor het niet meer helemaal met elkaar overeenkomt. We hebben twee verdedigingslinies. We hebben antistoffen. En dat is een hele nauwe interactie met het spike-eiwit. En die vormen echt een blokkade waardoor het virus niet kan binnendringen. Maar goed, als het spike-eiwit veranderd is, dan passen die antistoffen niet allemaal meer. En dan ben je die barrière kwijt. Gelukkig hebben we ook nog een andere verdedigingslinie. Dat zijn de T-cellen. En die gaan aan de slag als je geïnfecteerd raakt. En dan voorkomen ze dat je heel erg ziek bent. Dus de vaccins kunnen niet meer goed voorkomen dat je besmet raakt, maar ze kunnen nog wel goed voorkomen dat je heel erg ziek wordt. Ja, de booster heeft absoluut zin. Dit activeert het afweersysteem direct en daardoor krijg je weer meer antistoffen. Ook tegen de delen van het spike-eiwit die niet veranderd zijn. En dit verlaagt de kans dat het virus kan binnendringen enorm. Nee, je kunt beter niet wachten op een speciaal vaccin tegen Omicron. Het wordt wel ontwikkeld, maar het gaat zeker nog een paar maanden duren voordat het klaar is. En op dit moment nemen de besmettingen juist heel erg toe. Bovendien is het helemaal niet zeker dat het ook echt gebruikt gaat worden. Dat hebben we namelijk ook bij de Delta-variant gezien. Ook daar zagen we dat de vaccins niet meer zo goed waren om besmetting te voorkomen. Maar ze waren nog tot 90-95% effectief om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkwamen. Dus uiteindelijk bleek een speciaal vaccin niet nodig. Voor Omicron weten we dat nog niet. Dus voor de zekerheid wordt het ontwikkeld. Maar we weten dus niet of het echt nodig is.